We called. Ik ben mijn koffer aan het uitpakken en het is hier snikheet. Snapt iemand waarom ik allemaal blouses met lange mouwen heb meegenomen? En 3 truien? Somewhere. What do you think you're doing? Trying to get parked. Trying to get parked? Yeah. Are you following me everywhere? Maybe. What are we gonna do, Bella? We're going to IKEA to eat breakfast. Are you happy? I'm okay. Ants, we need to turn the punch! Quick! We're gonna get eaten by a shark! What are we doing here? We are sitting down. We are sitting down. Say we boat. The boat is upside down. Time for a nap. Look, I'm taking a video of you, Papa. Yeah, you're not team, right? Yes? Yay. Hey, team. Yay! We're not team, all these teams. Yes, we do. On the very next day. Dus ik dacht, laat ik even een stukje gaan wandelen en een geocache opzoeken. Maar ze zeggen dat dit een pad is, maar het ziet er niet echt uit als een pad. Maar wel aan het einde, daar is een geocache, dus zal ik maar gewoon gaan lopen. Oké, ik ben net om dat hek gelopen met een slot, dat was heel erg makkelijk. Where are you? Huh? Where are you? Oh, there you are. You came back. Thanks. Bye. Hier zien we een kudde
langbekkige, snavelige Australische vogels. Ik ben nog niet helemaal zeker of dit off-roaden de eerste dagen in Australië een heel goed idee was. In Nederland kan dat natuurlijk best wel makkelijk, maar hier ben ik bang dat er opeens een slang in mijn enkel bijt. En nu begint het ook nog te regenen. Oh, maar hier is een hondending. Oh, ik had gewoon naar het eind van de straat kunnen lopen. Oh my god. Er is daar letterlijk gewoon een paadje. Daar moet de geocache ergens zijn. Het is nog maar een paar meter van ons verwijderd. Oh my god, te veel water, te veel water. Ik had er gewoon omheen moeten lopen. Daar wordt het weer hoger. Zoals je hier achter mij misschien kunt zien, is het hier erg drassig. Waar mijn broer leeft, dat is een soort, dat is een moerasachtig gebied. Dus hier zijn ook tijdens de branden geen branden geweest, omdat het hier altijd een soort drassig is. En de afgelopen paar dagen heeft het echt heel erg veel geregend. Dus net ben ik door lekker moeras gelopen. En ik hoop dat ik nu die geocache kan vinden, want anders ga ik heel erg hard huilen. Oké, volgens de kaart moeten we nog een beetje verder. Oké, anticlimax. Ik kwam daar, dat is helemaal achter mij en daar is geen wind en nog meer water en nog moerassiger. En daar kwamen alle mosquito's me opeten, dus dat is iets voor een andere dag. Ik heb wel een fantastische tip voor mezelf. Als je hier gaat lopen in het gras, lopen op de hoger gelegen stukken, want het is moerasachtig en anders verdrink je en krijg je natte voeten. Oeh, mosquitoes. They're everywhere. They're finding me. Oké. Het is goed. Ik geef me over aan de muggen. Oké. Dat was een leuk avontuur. Wat ik wilde vertellen is dat ik nu bijna een week hier ben bij mijn broer. En in het begin was het heel warm. En het is nu wat afgekoeld en het regent ook wat meer. En mijn jetlag gaat eigenlijk ook wel goed. Ik heb gewoon in de eerste dagen veel rust proberen te nemen. En gewoon wel gewone slaaptijden. Geen enorm grote dutjes. Want ik kan me herinneren van de vorige keer dat ik echt dutjes ging nemen in de middag, echt lange dutjes. En dat moet je dus echt niet doen. Dus korte dutjes. Nog een tip. Al die reistips die hier voorbij komen. Het is ongelofelijk. Oh, lekker wind. Deze week is mijn broer vrij. En maar we hebben niet heel erg veel gepland. Maar we gaan zo meteen een skateboard bouwen. Maar ik wilde even, want het was nu net gestopt met regenen. En ik wilde even buiten wat stappen zetten, want ik probeer dus iedere dag 10.000 stappen te zetten. Dat lukte heel goed in Nederland. Maar hier doen ze iets meer met de auto. Dus dan stap je in de auto in de garage. Rij je naar de mall, naar de grote supermarkt. In een parkeergarage stap je uit, ben je binnen, loop je. En ik dacht, ik ben niet voor niets in de zon in Australië. Dus ik heb me lekker ingesmeerd. En ik dacht, ik moet even naar buiten op avontuur. Gisteren heb ik ook rijles gehad. En ze rijden hier dus aan de andere kant van de weg, dus aan de linkerkant. En mijn broer heeft een automaat en best een grote auto. Dus dat was best wel even schakelen.
naar welke kant je moet kijken. Nu ook. Ik probeer nu links te lopen om dat in mijn hoofd te krijgen. Maar automatisch wil ik eigenlijk naar het voetpad aan de andere kant. Dus dat is heel... Dat is een mindfuck. Oh my god. What are we gonna do? First, yep. I should put sun cream on because I'm gonna get yes. burnt. Yes, maybe those nice humans will do it for us. They're nice. It's smaller. Maybe a round one? Or is it? Dus laatst hebben we de ene kant gedaan en nu hebben we de andere kant van het dak gedaan in de regen. It looks really nice! Yes, it does. Hey, look, it's up there. That's the solar panel. Are you happy? Yeah. Very happy. Looks good. It looks very cute with the roof. What are we gonna do? We're going to ride our bikes. And where are we going to? No one knows! Let's go! Oh no, the path ends! Bella, can you tell me something about where we are right now? No. Oh. I can say we're near the train station. What's this bird called? A mime bird. A mime bird? Mime. Mime bird? Yeah, why is it called a mime bird? I don't know. It's from China. Should we go back? How are you enjoying this bike ride so far? It is good. That was the bike path. Go! Let's go! We made it down the giant hill now. Okay, go for it. Where are we? You're from here, I'm not from here. Where are we? Okay, we gotta go that way. There's a fork in the road. There? Don't fall in. I don't see any bees. Okay, Bella, where are we now? We are at the Bernal Wetlands.
We're at the Boondall Wetlands, so we didn't go home. No. After riding around, we found a bike path. And now we're at the Boondall Wetlands. Yeah. And they have a special path here? Yeah, they have a bike path. Okay. It's very pretty. Let's go! We have a big problem here. Will we be able to continue? Yes. Imagine this fellow on to our heads. We probably got struck by lightning. It's not making it any better. Jane is on there again. We got very dirty hands. We made it out! Let's not sit there. Wake up in the morning and it's 12:15 and you want to have some fun. You brush your teeth. You brush your teeth. It's the moment of truth, people. The moment of truth, I tell you. Will Rochelle's our poor little tassel come out? Or will we be doomed forever? No! Michelle screams and cries as the poor little turtle is devastated. You could put it on that. It's pretty good. It's actually very good, I think. Yeah. You can barely see the surviving little turtle. Have been scraped from the paper onto this board. Michelle is now in the stage of wood burning. Will her little turtle make it out alive? Find out soon. Michelle's little turtle, will it survive the wood burning? I am a little scared. Everyone is, Michelle. The poor turtle's life depends on it. The weapon. Dum, dum, dum. We're all scared, Michelle. We're all scared. Oké, ik heb een manier gevonden waarop ik het netjes kan doen, denk ik.
best wel blij hoe het is geworden. Ik denk nog een beetje finishing up, maar... Dus ik heb nog 2 designs gemaakt. En Stefan had het idee om er zo meerdere in te laten zwemmen. Dus dat ga ik nu proberen. Oh mijn god, ik had deze hele ding gefilmd, dacht ik. Staat hij er niet op? Zo, dit begint wel bijna een DIY-show te worden. Oeh, godverdamme. Ik ga jullie even kort updaten. Ik ben nu een week in Australië. En het was in het begin heel warm en het wordt al wat koeler. Of heb ik dat al verteld op mijn wandeling? Nou ja, maakt niet uit. Het wordt nu gelukkig... Nou, gelukkig. Gelukkig. In ieder geval zo cool dat je lekker naar buiten kan of gewoon normaal kan ademen in plaats van dat je verstikt raakt. En we zijn dus inderdaad wat dingen aan het maken hier. Mijn broer die is daar heel erg handig in. Dus we hebben het cubby house in de achtertuin afgemaakt. En mijn broer heeft al vaker skateboards gemaakt. Dus ben ik ook begonnen met mijn skateboard te maken. Want ik heb er wel eentje mee. Deze mee. 2 jaar geleden heeft Maarten deze gezaagd. Zodat ik hem mee kon nemen in mijn bagage. En toen hebben we hem hier met de kinderen beschilderd. En nu maak ik er dus zelf een. Met mijn broer, met de hulp van hem. En vandaag heb ik ook wat... heb ik een berichtje erop gezet dat ik naar een kamer zoek. Want ik zou heel graag hier ergens in de buurt... Nou ja, er zijn eigenlijk verschillende dingen die in mijn hoofd rondgaan. Het is of hier in de buurt een kamer vinden. En in de buurt is al heel snel in de buurt, want hier is 1 uur rijden is niks. Dus of hier in de buurt een kamer vinden, het liefst. Ik heb 1 plaatje in mijn hoofd. Waar ik vorig jaar ben geweest en helemaal verliefd op ben geworden. En dan een simpel baantje vinden, maar ik weet niet hoe haalbaar dat is. Maar ik heb nu dus een berichtje op een Facebookpagina geplaatst waar ze dingen aanbieden en waar je jezelf op kan zetten als je iets zoekt. Daar heb ik al best wel veel reacties op, dus ik ga zo even kijken. En ik zou ook nog workaway kunnen doen. Dan ga je dus ergens vaak... Voor kosten in de woning ga je dan werken, dus of in de tuin of weet ik veel wat. En ik weet dat je daar ook wel interessante dingen kan leren, zoals tuinieren of permacultuur, biologisch, dynamisch, huppel de pup. Dus dat is ook leuk en dat kan ook voor een weekje. En dan zou ik ook nog heel graag naar een eiland willen. Maar misschien is de beach al genoeg. Mijn eerste instantie, mijn idee was naar een beachplaatje, daar een plekje zoeken, dicht bij het strand, simpel baantje, zodat ik mijn huur en mijn eten kan betalen. Nou, ideaal is als ik natuurlijk met miljoenen terug naar Nederland kom, maar dat hoeft niet. Wat ik best wel moeilijk vind, is dat ik denk, oh, moet ik niet, waarom ga ik al die moeite doen? Ik wil hier toch niks opbouwen, ik wil zo graag naar Nederland. Waar ik nu wel tegenaan loop, ik heb natuurlijk helemaal niks gepland voordat ik hier kwam. Ik ging hier naartoe en in mijn toekomst, ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. En dan denk ik soms van, waarom ga ik zoveel moeite doen en moeite steken in hier een plek vinden, iets opbouwen. Als ik weet dat ik heel graag terug wil naar Nijmegen. En dan dacht ik weer aan Jasmijn. En Jasmijn die zegt altijd wijze dingen. Die zei ook, als het eng is moet je doen. Dus daarom doe ik het ook. En ook, ik denk dat ik me zo kan ontwikkelen of weer nieuwe dingen kan leren hier. Dus nou, daar doe ik het al voor. Dus dat is mijn doel weer. Want ik vind het best wel eng, want de cultuur is best wel anders en de taal. Nou ja, en ik spreek natuurlijk wel Engels, maar het is toch allemaal best wel anders. En dat is best wel spannend. Dus dat is anders dan stage lopen in Berlijn. Ik merk dat ik ook nog een beetje moet wennen aan het video's maken. Dat moet ik gewoon even een paar keer doen en dan, want nu ben ik nog een beetje hesitant, denk ik van, oh, ga ik die camera er nou bij pakken, ja of nee. En het zijn echt wel leuke video's, maar eigenlijk moet ik er dan 100% voor gaan, want dan neem ik er nog meer de tijd voor in het video's maken, wat het editen ook weer makkelijker maakt. Dus, nou ja, het is ook vooral, ze zijn lekker lang, je hoeft ze niet te kijken, het zijn ook voornamelijk documentaties voor mezelf.
Dus dat. Ik hoop dat jullie toch mijn video's leuk vinden om te kijken. En meegaan in mijn reis. We're going fishing. You've actually picked up a rock.